strijd. Je zal eens gaan kijken wat het allemaal doet vandaag. Dit proeft al vrij Russisch aan, gelijk, moet ik heel eerlijk zeggen. Met name vanwege de brede weg, zeg maar. Dus ik ben bang dat het in Rusland gaat zijn. Ah, jippie. Ik hoop het niet. Maar ik ben bang dat het toch wel Rusland gaat zijn, ja. Het is ook niet dat ik voorlopig ook maar iets. Volgens mij hebben ze geen Europese platen. Nee. Als het terug naar start komt, daar was een zandweg. En van zandwegen, daar haal ik vrij weinig informatie van. Dat is misschien heel raar, maar zeker zolang ik niet zeker weet waar ik ben, is een zandweg weinig behulpzaam, zal ik maar zeggen. En er is voorlopig ook echt nog niks wat tegen mij een andere gevoel geeft dan dit is Rusland. Oh boy. Nou al helemaal niet meer. Oh no. Is er kans dat het Oekraïne is? Jawel. Dat zou ook nog wel kunnen. Maar ik acht de kans klein, zo maar zeggen. Nee, die URL is verbergd, wilde ik zeggen. Ja, maar dat is niet heel fijn in het Nederlands, kan ik wel zeggen. Verbergd. Ik probeer eigenlijk te kijken of ik op die URL tevoorschijn krijg. Omdat ik wil weten of dit Rusland of Oekraïne is. Ik denk dat het UA is, dus ik denk dat dit Oekraïne is. Denk ik. Oh, purgatory. Nou, misschien hè. Oekraïne is ook niet klein, dus het was Oekraïne. Ha! Ik ben blij dat ik naar die URL ben gaan kijken. Anders had ik nog wel een uitdaging gehad, denk ik. Oh nee, kom op. Volgens mij is het me gisteren gehoord. Dit is... Dit is... drie keer rijden wat dit waarschijnlijk is. Nee! Why? Really? Nou, dit is Oekraïne of Rusland waarschijnlijk. Come on. Echt, als we de rest van de... Van de rondes allemaal dit gaan krijgen, dan... Wat ik zeg, ik denk dat ze me gehoord hebben. Gisteren. Oh no. Kunnen we in ieder geval een bordje krijgen dat het in ieder geval bevestigt? Zodat ik hem gewoon echt maar plonkvloor ergens in Oekraïne of Rusland gooi. Sterker nog, ik ben eigenlijk, denk ik zo stiekem, dat dit Oekraïne is dan Rusland. Stiekem.
Maar goed, ik heb ook totaal nog nul bewijs gezien dat dit ook maar één van de twee is. Dus daar hebben we. Kijk, dit is geen Russisch. Dit is helemaal geen Russisch zelfs. Dus dan zou dit inderdaad wel eens Oekraïne kunnen zijn. Hetgene wat me in ieder geval overtuigt dat het dan Oekraïne zou zijn en niet iets anders, is de manier waarop de wegen en et cetera gemaakt zijn, zeg maar. Ik denk. Nou, dit is. Haha, het was Roemenië. Ik zag het net op het laatste moment op die dingen. Maar goed, het zit dichtbij genoeg zo, maar zeg. Ah, damn it. Het was niet erg. Dit is waarschijnlijk Zuid-Afrika en anders Botswana. Ik ben al een paar keer in Botswana gehad. Nou, we weten hoe ik weet dat dit Zuid-Afrika is. Of Botswana, hallo. Maar goed, dan alsnog is het een groot land. Dus dan kan het alsnog vrijwel overal zijn als het Zuid-Afrika is. Als het Botswana is, dan kan het ook overal zijn. Ik probeer te bedenken. Met die elektriciteitspalen die langs de kant van de weg staan. Want volgens mij heb ik in Zuid-Afrika andere palen gezien. Maar ik durf niet te zeggen of dat centraal dan is of niet. Dat zijn die palen dat ze dat er twee van die voetjes staan omhoog en dan daartussen. En dit is maar één voet, zeg maar. Tenminste, zo ziet het eruit. Dus. Zullen we eens kijken. Volgens mij was ik die kant op gegaan, hè? Ja. Ja, als ik kijk naar de. Durf ik hem aan om te zeggen van. Nou, weet je wat? Dit gaat toch. Kijk, die bedoelde ik. Of was dat? Deze. Ja, dus dat. Hij landt echt totaal niet! Ik denk dat ik hem gewoon op Botswana ga plaatsen. Ook met dit bord, zeg maar. Oh, hallo. Ook met dit bord. Het bord en het lettertype doet mij vermoeden dat dit. En waarschijnlijk zit ik helemaal fout, maar goed, dan heb ik in ieder geval wat mijn inziens de aanwijzingen zijn gevolgd. Swampstop. Het zal campstop zijn. Had ik gelijk? Ja, ik had gelijk dat het in ieder geval Botswana was. Dus ik ben blij dat ik hem in ieder geval in Botswana verplaatst had. Oh boy. Ja. Dit gaat een interessante zijn. Dit gaat een hele interessante zijn. Ik heb volgens nog
geen heel stevig idee. Ik zal eens kijken of ik op de paar reed. Dus dat zou al kunnen suggereren dat het Brazilië wellicht is. Wat een van mijn ideeën was. Zeg niet dat die freaking... Nee, vrachtwagen, nee. Oh. Echt, hè? Why? Kom op. Oh, er is hier nog een bord, gelukkig. Hopelijk zit die stomme vrachtwagen niet voor. Ik had gehoopt dat dat maar een... Oeh, hallo. SP-270, dank je. SP. 270 en 2, wat was het? 242? 442. Maar er staan hier verderop nog borden, dus wie weet worden die ook niet geblokkeerd door een vrachtwagen en kan ik er gewoon plaatsen op zien. Dat ziet er niet van uit. Hopelijk deze wel. Nope. We gaan terug naar deze. We hopen dat we deze nog te zien krijgen. Hopelijk. 270. Nummer 442. Hè? Oh. Tijd was af. Maar daar had ik echt oprecht niet door. Ik ben zomaar een beetje half van het opletten. Dat is niet helemaal van lastig. Maleisië, Indonesië, Filipijnen. Dit is echt een geval van taal zien en dan. Als dat een naam is, dan zou ik zeggen dat het Filipijnen is. Maar, wat ik zeg, dat is eerst even... Oh, ik mag niet eens die kant op. Oké, sure. Even kijken, want... Ik kan het niet zien. Store. Lucky me. Veel Engels, voorlopig. En dan die naam, dat heeft een beetje de not for hire. Oh, Jesus. Ik was vergeten dat mijn alarm nog aan stond. Waarom loopt mijn alarm nu al af? Ik moet om 9 uur pas staan. Oh well. Filipijnen dus. Voorlopig. Er is heel veel Engels. Die naam dat heeft een beetje een Spaans iets leek het wel. Dus het zou heel goed kunnen. En ik heb voorlopig ook nog niet echt iets aangetroffen waarvan ik zeg van nou, dit zegt definitief dat het niet de Filipijnen is, zeg maar. Ook die betonplaatwegen, dat is... Maar goed, dat hebben we ook al wel eens een keer in ieder geval Indonesië gezien. Maar ik denk... dat het de Filipijnen is. Ik heb geen heel stevig verder bewijs ervoor, maar... Ja, nou... Oh,
Philippines. Nou, hopla. Dus kijken of want er staat hier een. Isabella. Ik denk dat dat. Ik denk niet dat dat betrekking heeft op een. Oh jawel, wat is dit? Hop. Ik ben benieuwd. Ik zie het in één keer staan. Explorer mode, wat is het? Bla bla bla. Continue, ik heb geen idee waarom dit. Het was echt compleet aan de andere kant. Ja, ik zag daar Isabella staan en ik denk, nou, zou ik zoveel geluk hebben? Maar helaas. Nee, dat was gewoon. Dat was gewoon een risico wat noemenswaardig was, zeg maar. Dat durf ik wel te nemen. Eigenlijk nog maar 18.000, dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Waar heb ik het vooral laten liggen? Ik denk met name die in Roemenië. Dan had ik moeten zien dat het toch niet Oekraïne of Rusland was. Maar goed. Het is wat het is en het is niet anders. Nee, ik zag gewoon echt het doembeeld van 5 Russische of Oekraïnse gokjes op toen. Ik dacht, nee! Maar goed, het viel uiteindelijk allemaal mee. Dat was in ieder geval voor vandaag. En dan zeg ik tot morgen.